zijn in het Erasmusgebouw, het epicentrum van alle voorbereidingen voor het filosofisch festival Het Stiel van Nijmegen. En we gaan even kijken naar een paar mensen die meewerken aan het festival, of ze even tijd hebben om er iets over te zeggen. We gaan eerst naar Marie-José Verbeek, mijn collega die zich bezighoudt met alle publiciteit voor het festival. Even kijken of ze ons te woord wil staan. Hallo. Marie-José, gaat het allemaal goed met de voorbereidingen voor het festival? Ja, het gaat zeker goed met de voorbereidingen voor het festival. Ik ben druk bezig met het verspreiden van het programma. Ik heb net een tweet van Tede Smedes geretweet met zijn transhumanisme verhaal. Hij had een recensie geschreven over het boek van Anneke Smedek, Ik Cyborg. Dus ja, dat had wel een link met... Met het thema van wat je in het festival gaat doen. Ja, en zo ben ik de hele tijd bezig met het pluggen van de onderwerpen. En is het hectisch, de voorbereiding? Zoals business as usual, hè, zoals het hier gaat bij het Soeterweer-programma. Het is een groot programma, zijn verschillende onderdelen. Dus je moet het goed voor het voetlicht proberen te krijgen wat er allemaal... Wat de onderwerpen van het programma zijn. Ik heb net trouwens een foto terugblik van het vorig jaar de wereld in geholpen. Dan kunnen mensen zien hoe leuk het gewoon is. Dus ze moeten allemaal kijken op de website? Ja, allemaal kijken op de website www.ru.nl/maandvandefilosofie. Nou. En daar staat, er staat gewoon heel veel informatie op. Het is gewoon... het wordt gewoon echt een heel leuk festival. Het is nou hoeveelste festival is het nou? Het vierde. En het is gewoon 4 keer of 3 keer dan gewoon hartstikke leuk geweest. Mooi. Ja, niemand mag het missen. Allemaal dus, komen. Allemaal komen, ja. We staan hier bij de kamer van Fleur Jongepier. Fleur Jongepier gaat John Searle interviewen via Skype. Het wordt dus heel erg spannend. We gaan even kijken of ze er is en of ze er iets over kan zeggen. Hallo Fleur, heb je tijd om even iets te zeggen over het festival? Ja, kom binnen. Nou, jij gaat Searle interviewen via Skype, terwijl Searle in Amerika zit. Best wel speciaal dat we hem tijdens het festival er toch bij kunnen hebben. Heb je er zin in en wat ga je hem vragen? Ja, ik heb er wel zin in. Ik heb Searle een paar keer ontmoet op een conferentie. En daar heeft hij wel eens laten weten dat, of uit alles wat hij blijkt, gelooft hij eigenlijk helemaal niet in een ziel. En ik ben dan benieuwd hoe hij dat dan precies ziet. En als hij zegt... dat de mind, de menselijke geest, eigenlijk in onze hersenen zit, in onze brain. Wat hij daar precies mee bedoelt, dus die vraag zou ik hem graag willen stellen. Gaan we nu naar Mark Slors, cognitiefilosoof hier aan de Radboud Universiteit. We gaan hem ook eens vragen of hij er klaar voor is. Ja. Hi, Mark. Hi. Kun je even kort iets zeggen over het festival? Wat ga je precies doen? Ik ga een verhaaltje vertellen over de vrije wil. En over het idee dat alle problemen die er tegenwoordig gemaakt worden door hersenwetenschappers over de vrije wil, dat die van alles en nog wat te maken hebben met een Cartesiaanse notie van de ziel. Dus de notie van de ziel zoals Descartes die naar voren heeft gebracht. En ik ga proberen te laten zien dat als je wat meer hedendaags denkt over onszelf en over onze ziel, dat die claims over de vrije wil die hersenwetenschappers maken, namelijk dat die niet bestaat, dat die eigenlijk als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dat is heel kort wat ik ga doen. En de positieve kant van dat verhaal, als ik er in die 40 minuten nog aan toe kom, als je dit laat zien over hersenwetenschap, dan zul je tegelijkertijd zien dat ze een heel interessant verhaal over onszelf te vertellen hebben. Een verhaal wat niet gaat over vrije wil, maar wat wel heel erg veel over onszelf zegt. Dat is ongeveer wat ik ga doen. Wordt leuk. Hoop ik. Okay. Ja. Heb je er zin in? Ik heb er zin in. Het ziet er een beetje donker uit, maar we proberen het. Nee, helaas. Dan gaan we naar de 13e verdieping, naar Tede. We zijn nu op de 13e verdieping van het Erasmusgebouw. Dit is de kamer van Tede Smedes. We gaan bij hem ook even aankloppen. Hij doet mee aan het onderdeel over transhumanisme samen met Veronica Vasteling en Jos de Mul. Kijken we of we hem op zijn kamer treffen. Hij is er. Hey Tede. Hey. Hoi, mogen we je iets vragen voor het festival? Ga je gang. Noem jij jezelf een transhumanist? Jongen, wat een vraag zeg. Dat weet ik eigenlijk niet.
Wat is een transhumanist? Kijk, je hebt hier het boek van Jos de Mul. Dat moet ik nog doorwerken voor volgende week vrijdag. En dan ga ik met hem in gesprek en dan zullen we eens kijken wat transhumanisme is. En ja, ik denk dat ik pas aan de hand daarvan kan zeggen van of ik een transhumanist ben of niet. Dus we krijgen tijdens het festival wel antwoord op de vraag wat transhumanisme is. Ik hoop dat ik een antwoord op de vraag krijg wat transhumanisme is. Ik hoop dat jij dat ook krijgt. En wordt het leuk, het onderdeel? Denk ik wel. Ja, we hebben leuke filmpjes die we laten zien. En aan de hand waarvan we een gesprek laten plaatsvinden onder leiding van Veronica. En dus ik denk dat het heel erg leuk gaat worden. Ik denk dat het heel spannend gaat worden. Ik zou zeggen, kom allemaal. Oké, dan zien we je volgende week vrijdag. Definitely. Doeg.